ben Rita Mulier. Ik ben vele jaren ook huisvrouw geweest met een groot gezin en een heel actieve man die ook in huis zijn praktijk had. Ik was bij de stichters van het Vrouwenoverlegcomité. Ik was toen wel al actief, maar vooral op vrijwilligersbasis in het vormingswerk bij KV als freelancer, ook bij nog andere organisaties. Ik schreef al regelmatig in de Bond, in gezonde stukken soms, in de krant. Ik ben later bij de oprichting vanuit het Vrouwenoverlegcomité, de oprichting van de VZW Omschakelen geweest. En ik heb daar vele jaren educatief medewerkster geweest. Omschakelen wou de vrouwen een tweede kans geven. Het zij dat ze langdurig werkloos waren, het zij dat ze thuis waren, om opnieuw naar buiten te komen, te studeren, maar vooral ook gericht naar een maatschappelijke betrokkenheid en een beroep. En later in de jaren 90 was ik de eerste emancipatieambtenaar voor de Vlaamse Gemeenschap voor de Ambtenaren.